sponsors, links en rechts ook kindjes en vooral ook juryleden, allemaal van harte welkom op deze al vierde editie van Mrs. Glamour 2014. Gilles. Alsjeblieft. Goedenavond. Mijn naam is Gilles Herkenraal, ik ben 28 jaar en uit Haag. Waarom ik meedoe aan Miss Glamour is omdat ik vind dat een meisje met een maatje meer ook wel kan meedoen en misschien wel winnen. Dankjewel. Dankjewel, Gilles. Goedenavond allemaal, mijn naam is Cindy. Ik ben 34 jaar, getrouwd en mama van 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik een zorgkundige in een rusthuis, waar ik mij verdiep in de comfort en de palliatieve zorg. Daarover laat ik iets meer. Ik vertegenwoordig ook nog het eventteam IJzerberg, waar ik al jaarlijks meedraai op de kindercarnaval en de carnavalstoet. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Goedenavond iedereen, ik ben Pink. Zoals jullie misschien al kunnen horen, ben ik afkomstig van de Kempen. Meer bepaald de gemeente Mol. De gemeente Mol staat voor pittig en attractief. Pittig, zoals jezelf. En attractief, het attractieve gedeelte, laat ik aan jullie over. Dank u wel. Mijn naam is dus Brigitte. Ik ben mama van Maxime en Matteo. De B in mijn naam die staat voor berouw op jezelf en alles komt wel goed. De I staat voor innovatief. De R die staat voor recht door zee. De G staat voor geluk. De I staat voor ik heb er gewoon heel veel zin in vanavond. En de T staat voor think positief en positief things will happen to you. Waarom ik meedoe aan deze verkiezing is omdat ik het een hele uitdaging vind om hier te mogen staan vanavond. Ik had ook nooit niet verwacht dat ik hier zou staan. Ik vind het ook heel positief dat er niet enkel naar het uiterlijk wordt gekeken, maar ook naar het persoonlijkheid. En toen ik las dat ze vroegen voor een Mrs. Glamour, die sterke vrouw die stevig in haar schoenen staat, kon ik mezelf hier wel in vinden. Dank u wel. Dank u wel, Brigitte. Goedenavond, Joy. Goedenavond. Ik ben van de jury, iedereen aanwezig in de zaal. Ik ben Connie, ik ben 39, ik kom uit Nieuwekerke bij Limburg. Ik ben gelukkig getrouwd, mama van 3 mooie kinderen. En ik wens jullie allemaal een heel fijne avond. Dank u wel. Beste juryleden, mensen in de zaal allemaal, welkom. Mijn naam is Inge, ik ben 21 jaar, tel daar 21 jaar extra levenservaring bij en nog een scheutje vrolijk optimisme en je bekomt het rijpste druifje uit de hele fruitmand van deze avond. Ook ben ik een mama, papa, grootouder en taxichauffeur van 2 prachtige tienermeiden, Ellen en Jente, en kom ik uit de Antwerpse polders. Verder ben ik een bikerchick in hart en nieren. En vanavond ga ik jullie laten zien dat ook wij klasse en glamour hebben. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Ik ga er alleszins van genieten. Dankjewel. Goedenavond, good evening, bonjour tout le monde. Ik wil me graag persoonlijk even voorstellen in 3 talen om aan te geven dat ik me buiten in het Nederlands als mijn moedertaal ook kan uiten in het Engels en in het Frans, in mindere mate. Ik ben Cindy, 39-jarige vrijgezel, en ik ga vrijgezel voor het leven. De belangrijkste persoon in mijn leven is mijn zoontje Kian van 9 jaar. Beroepsmatig begeef ik me bijna 10 jaar dagelijks op de terreinen van de Antwerpse haven, een wereld die me nog enorm blijft boeien. In mijn privéleven daarentegen heb ik sinds enkele jaren een mama-week, waar ik me voornamelijk toespits op allerlei activiteiten rond en voor mijn zoontje Kian. Daarnaast in mijn vrije week daarentegen hou ik me bezig met sporten zoals lopen, rollenbladen en skiën, hetgeen sinds kort een passie van me geworden is. Maar uiteraard maak ik ook heel graag tijd om met vrienden en kennissen leuke momenten te beleven. Uiteraard is er nog een tweede belangrijke reden waarom ik aan deze verkiezing deelneem. En dat is om mijn zoontje Kian. Hij heeft me als grootste en meest trouwe supporter vandaag gemotiveerd om aan deze verkiezing deel te nemen. Lieve schat van me, vooral al je goede zorgen, vooral al je steun en kracht.
wil mama je vandaag bedanken vanuit het diepste van mijn hart. Dank je wel. Sociaal, creatief, enthousiast en sportief. Griet, dat ben ik. Gehuwd en de vierde mama van een lieve meid, Anne-Sophie. Waarom doe ik mee aan deze verkiezing? Wel, het is niet alleen de Rode Duif als dit deze maand in de spotlights wil staan, maar ook wij dames mogen eens nog in de schijnwerpers staan. Dankjewel. Dankjewel. Goedenavond, mama. Ik ben Mirtel, mama van Angel, Kate, Joy en Jewel. Zij zijn de grootste reden waarom ik hier nu ben gestaan. En we gaan er een hele leuke avond in maken. Voilà, inderdaad. Dankjewel, Mirtel. De publiek. Je voelt niet dat ze er zitten. Ja. Oké. De zenuwen, een beetje onder controle. Griet. Jij zit nogthans, jij wil het hebben over iets in een mannenwereld. Toch wel, eigenlijk. Wielrennen. Alleen voor mannen. No way. Vertel het ons. Het onderwerp dat ik vanavond ga brengen gaat over het wielrennen, zoals Joyce zei. Namelijk het vrouwenwielrennen. Ik heb mijn hart verloren aan deze sport. En ja, het loopt als een rode draad doorheen mijn leven. Mirtel, jij wil het eigenlijk een beetje hebben over jezelf en toch wel de ervaring binnen deze misverkiezing, zeg maar. Ja, Joyce, dat klopt. Maar eerst en vooral wil ik iets zeggen over mijn stem. Ik heb een vrij hengse stem en dat komt 9 tot 6 uur morgens weg te gaan. Die hoort gewoon bij mij, dat weet ik. Eerst en vooral wil ik ook zeggen dat ik 10 jaar geleden nooit aan een misverkiezing heb moeten meedoen. Want dan had ik nooit seks in mijn schoenen gestaan. En ik heb zeker niet gepraat zoals vandaag. Ook niet van genoten en dat ook nu wel. Oké, geweldig. Inge, uw onderwerp is ja, comma, ik ben een biker chick. So what? Vertel het ons. Ja, ik had veel liever hier een show komen opvoeren met een Harley dan het hier te moeten komen uitleggen, maar zwart, ik ga mijn best doen. Ik zou het graag over mezelf hebben, als bikerchick, en opkomen tegen alle vooroordelen die ermee gepaard gaan. In de eerste plaats ben ik een mama, die net als een ander heel hard moet werken om te bereiken in dit leven wat ze wil. Ik ben een veelzijdige, sterke vrouw, die van de ene broek in de andere kan springen. Zo voel ik mij heel goed in mijn vel als inspectrice in mijn loopbaancarrière. Ja, we kregen in het begin van deze verkiezing de opdracht om vandaag een onderwerp naar voren te brengen dat nauw bij ons aansluit, of nauw aan ons hart ligt. Mijn keuze was dan enorm snel gemaakt. Ik wil het dan vandaag ook graag hebben over mijn beste vriendin Samia. Samia, een kleine dame fysiek met een heel groot hart. Een dame die enorm veel geeft in het leven, maar hiervoor weinig terugneemt. Ik wil vandaag dan de kans nemen om voor haar iets terug te geven. Samia is al meer dan 20 jaar mijn beste vriendin. Als overburen hebben we onze jeugd samen doorgebracht. We gingen vroeger steeds naar een karaokebar, waar het heel snel duidelijk werd dat Samia enorm veel gevoel en ritme voor muziek had. Enkele jaren later ben ik gaan verder studeren, ook in het buitenland. En is Samia na haar koksopleiding zich verder gaan verdiepen in de muziekwereld. Geluk en ik. Ja, goedenavond. Ik heb deze avond gekozen voor het thema geluk. Omdat ik persoonlijk vind dat geluk het ultieme doel is in mijn leven. Ik mag dan wel geboren zijn op vrijdag de 13e. Maar goed geboeerd, en of dat goed nu klopt of niet, I don't care. 50% wordt genetisch bepaald, 10% ligt in de concrete levensomstandigheden en de overige 40% die bepaal je gewoon zelf. Nu, geluk is een vrij ruim begrip. Wat voor de ene persoon geluk betekent, betekent niet zozeer voor de andere persoon geluk. Maar er zijn wel 5 pijlers die bijdragen tot het maken van geluk. En de eerste pijler is de innerlijke vrede. Voor mij betekent dit, de innerlijke vrede, dat ik wil vooral mezelf goed voelen. Ongeacht wat andere mensen van mij denken of zeggen. Ik wil tijd nemen voor mezelf. Ik wil vooral dankbaar zijn in het leven. Maar het voornaamste vind ik persoonlijk dat ik vooral heel veel wil lachen. Connie, mijn kids en ik. Ja. Dat is jouw onderwerp, hè? Het meest belangrijke. Zeg maar. Goedenavond, Joy. Goedenavond. Goedenavond, iedereen. Ze hebben mij gevraagd voor vandaag een persoonlijk onderwerp naar voren te brengen.
Wie zou ik zijn als trotse mama dat ik vandaag dan niet over mijn kinderen zou praten? Die zijn heel belangrijk in mijn leven. Zij het niet dat mijn twee oudste kindjes een kleine rugzak hebben. Mijn oudste dochter Thalissa, die is 13, heel trots op haar, heeft dyscalculie van ongeveer 2 jaar terug. Ze heeft een heel moeilijke periode gehad, maar ik ben enorm fier dat ze met serieuze resultaten naar huis komt. En het enigste voordeel wat ik heb, dat is dat ze de nummers van haar vriendjes later niet zo goed zal kunnen memoriseren. Mijn zoon Milano daarentegen, die heeft dankzij zijn autisme, blinkt hij eigenlijk uit in het scheten. En alles wat wij rampzalig vinden of te hoog, dat brengt hij allemaal tot een heel goed einde. Inderdaad, Joyce. Eerst in mijn voorstelling heb ik jullie verteld dat ik mij verdiep in de comfort en de palliatieve zorg. Ik wil even een klein woordje uitleg daarop geven. Comfortzorg zijn voor mensen die zeer sterk verzwakt zijn en die op een bepaalde termijn zullen sterven. We geven deze mensen zoveel mogelijk comfort door bijvoorbeeld een alternatieve matras te plaatsen. Dat wil zeggen een speciale matras die bedoeld is voor doorlichtwonden te vermijden. Wij volgen ook die mensen nog op qua pijntherapie en voeding. Dan hebben we nog de palliatieve zorg. Dat zijn voor mensen die terminaal zijn, waar wij het levenseinde binnen de 3 maanden verwachten. Wij worden de dag van vandaag nog altijd vrij negatief bekeken. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn nog veel mensen die denken, palliatieven, dit is het laatste. En dit is een verkeerd beeld. Ja, dat klopt, Joyce. Allereerst wil ik toch even meedelen dat ik heel blij ben dat ik aan deze verkiezing kan deelnemen. Aangezien het feit dat ik toch een heel moeilijke periode achter de rug heb. Het onderwerp waarover ik wil praten is mijn broer Bart, die een aantal jaar geleden, dus 9 jaar geleden, is verdwenen. Ik heb het hier altijd heel moeilijk mee gehad en daarom ben ik ook altijd blijven zoeken, samen met de politie en de zelfvermiste personen die ons hierin heel goed begeleid hebben. Het profiel van Bart was normaal. Hij was een gewone jongen en hij werkte bij Janssen Pharmaceutica en hij deed dat heel erg graag en zijn ambitie lag daar dus ook. Ik ga het vanavond niet hebben over koetjes en kalfjes. Maar over honden. Omdat ik heel graag honden zie. Ik heb 2 Engelse bulldogs. U weet wel, zo van die 2 wandelende zeemvellen. Waarom ik voor dit ras heb gekozen? Voor mijn lengte. Ik kon moeilijker deze dog nemen. Waarom ik meedoe aan Mrs. Glamour? Ik kom van heel ver. Ik kom van maat 46, 48. Ik heb nu maatje 36. En daar ben ik heel fier over. En ook veel meer zelfvertrouwen gekregen hierdoor. En wat hebben jouw honden te maken met jouw fenomenaal afslanken? Die zijn enorm actief, ook al zijn het Engelse bulldogs, want ja, normaal zijn die heel lang. Maar die zijn helemaal niet lang. Dus zij hebben nu mee op sleeptouw genomen om die extra kilo's eraf te krijgen. Inderdaad. Proficiat, Jill. Dankjewel. Dankjewel.
Proficiat, jij wint inderdaad een overnachting en een gastronomische maaltijd voor twee personen in Hotelschool Ter Duinen. De winnares van onze Facebook likes voor de editie 2014, Inge Gijs. Wat wint deze dame? Zij krijgt van mij een fotoshoot cadeau. Oké, en jij en uw telefoonnummer en al dat? Ja, oké. Dames. David, naar wie gaat deze leuke prijs? Cindy de Koster. Voilà. Cindy, bedankt. Yeah.